Partij van de Arbeid. Voorzitter, dankjewel. Voorzitter en leden van de Raad. Met de komst van decentralisaties, waaronder de zorg voor de jeugd, wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid aanzienlijk verhoogd. De decentralisaties moeten een einde maken aan de verkokerde zorg, waarbij door wetgeving professionals langs elkaar werken bij de ondersteuning van één gezin. Het ontbreken van regie blijkt in de praktijk contraproductief en belastend voor gezinnen. Regievoering bij de gemeente en samenwerking tussen professionals moeten leiden tot een integrale aanpak, waarbij problemen in de onderliggende samenhang worden aangepakt. Om goede zorg te kunnen verlenen is het nodig om gegevens uit te wisselen. Gegevens uitwisselen tussen professionals en gemeenten en professionals onderling. Maar deze uitwisseling van gegevens maakt burgers ook kwetsbaar. Steeds meer bestanden zijn gekoppeld. Wie kunnen persoonsgegevens verwerken, aanpassen en inzien en om welke redenen? Bovendien kunnen databases verouderde informatie hebben of verkeerd geïnterpreteerd worden. De burger moet regie hebben over de eigen persoonlijke gegevens. Dit betekent dat extreme uitzonderingen daargelaten burgers eerst toestemming moeten geven voor gegevensuitwisseling. In alle gevallen is het van belang dat de inzage transparant is. De betrokkenen burger moet kunnen opvragen en zien wie welke gegevens heeft gezien. De inzage is aan een doel gerelateerd en er is een zorgvuldige afweging gemaakt of de geraadpleegde gegevens proportioneel zijn. De burger moet in het begin van het traject actief geïnformeerd worden wat zijn of haar privacyrechten zijn en hoe hij of zij persoonlijke gegevens kan inzien. Onnodige hindernissen mogen dit recht niet in de weg staan. De PvdA wil in dit verband er ook op wijzen dat staatssecretaris Stevens tijdens het debat in de Eerste Kamer op 12 februari 2014 heeft aangegeven dat gemeenteambtenaren die niet als hulpverlener werken geen toegang krijgen tot de persoonlijke informatie. Privacybescherming betreft een grondrecht van burgers. Iedereen moet kunnen rekenen op bescherming van zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Volgens het CBB wordt het vertrouwen tussen mensen en organisaties in de samenleving mede bepaald door de wijze waarop de persoonlijke levenssfeer wordt gerespecteerd en in het bijzonder door de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan. Het is een wezenlijke randvoorwaarde voor een vrije democratische samenleving. De PvdA is verheugd dat het college heeft ingestemd om in de verordening jeugdhulp een artikel op te nemen over de privacy. Het is immers juist de verordening jeugdhulp waarin plichten, maar ook rechten worden vastgelegd. Kinderen hebben nog een hele toekomst voor zich en juist bij hen dienen wij als verantwoordelijken extra zorgvuldig om te gaan met het opbouwen van en vastleggen van een dossier. De ombudsman of vrouw zal wat ons betreft in de taakuitvoering een belangrijke rol hebben op het toezien op het naleven van de privacybescherming. Dank u wel, heer Kortje. Mevrouw Bali, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Raadsleden, deze nieuwe jeugdwet biedt